Niet één handje, gewoon drie, vier handen stompen. Boom, 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 zo. Ja. Bam, 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 bam. Stam op zijn nekje nou zo hakken. Ik wou vroeger altijd boksen worden. Toen ik een jaar of acht was, maar ik mocht niet boksen van mijn moeder. Mijn opa deed boksen, mijn oom deed boksen. En toen ben ik mijn 13, 14 taekwondo gaan doen. Ja. Heb ik 2 jaar gedaan. En toen ben ik gaan kickboksen. Mijn moeder wist niet wat kickboksen was, dus dat ging wel. Dus en zo ben ik erin gegroeid eigenlijk. Wat voor vechter was jij? Mij ging merendeel knock-out. Ik sluik zo regelmatig uit, maar veel trap op het hoofd. Echt zware knock-outs heb ik gemaakt hoor. Mm-hmm. Ik heb echt jongens 10 minuten laten slapen regelmatig. Ik vocht een keer in Aruba en tegen Mark Russell, de kampioen van Engeland, sloeg ik de eerste ronde zwaar knock-out. En toen noemde zijn trainer mij Lumberjack. En mijn vader is een houthakker, was een houthakker. Oh, ja, ja, ja. Dus ik dacht, mooi, bijna was dat. En in principe, mijn vriend Bas Rutte gaf me zo'n blouse met afgeknipte mouwen. En zo begon het, een petje erbij op en zo is het begonnen. Ja, want die had je altijd, als je naar de ring ging, ja, ja, had je altijd een petje. Ja, ja, beetje stijl, moet een beetje image maken. Die flaptrappers maken helemaal. Stap meteen in, stompen in Montana. Ja, en die K1, ja, dat was eigenlijk de grootste kickboxbond toen, toch? Die hadden wel de beste uit de wereld. Die hadden echt de beste. Braziliaan, Australië, Zuid-Afrikaan. Overal pakken ze de beste van. Ja. En lieten ze elkaar vechten. Ja, en daar ben je 3 keer kampioen geworden, ja, toch? Ja. En dat is ook een beetje de opkomst van de kickboxer geweest, denk ik. Ja, en de wereld zeker wel. Heel de wereld keek naar de K1 vroeger. Ja. Ja. Wat dat betreft kan jij, je kon toen niet over straat. Nee, niemand kende meer. En ik kon niet op straat komen, maar daar liep gewoon het 200 man achter me aan. Ja, in Japan. Eerst op Soppeling, ja. Ja. En Nederland kwam Schiphol aan. Dus helemaal niet meer te beginnen. En dat Peter goed en ontzettend populair was, blijkt wel als we bij hem thuis zijn. In zijn garage heeft hij nog diverse bekers en andere spullen bewaard. Die zijn enorme successen bewijzen. Overigens worden die spullen goed bewaakt door zijn 2 honden. Ja, zeg, ja, doe maar de verzekerheid niet. Wat is er, kerel? Zullen we eens kijken waar ze kunnen lopen? Nee, nee. Welke beker is dit? Nou, lees maar wat erop staat. K1. Ja, maar K1 is allemaal K1. Kijk. K1 Grand Prix, ja. Dit is Grand Prix. Ja, winnaar Grand Prix. Dit is gewoon... Ja. We zijn, wow. Oh, deze kunnen ook nog praten. Nee, maar van, kijk dan, van die... Ja, fantastisch. En dit werd allemaal in Japan verkocht, ja, hè? Ja. Of heb je ook in Nederland in de winkels gelegen? Nee, in Japan allemaal. Combineren, niet één ding, jongens. Hop, hou je als dat je bent. Stap een keer in, probeer eens. Stap ik leuk een beetje. Die K1, die finales, daar vocht je gewoon 3 partijen op 1 dag, toch? Ja, ja, dat was wel pijnlijk af en toe. Zeker als je een hele hakpartij had gehad. Ja. Dus je moest een uurtje wachten, was alles blauw en dan moest je weer erin. Ja. Maar ja, als je adrenaline, dan gaat het vanzelf wel. Maar hoe deed je dat? Ik bedoel, als ik naar die vechters kijk ook, je komt wel gehavend uit de strijd. Ja, ik heb wel eens gebroken handen gevochten, gewoon 3 partijen. Je hebt doorgevochten? Ja, misschien wel niet zo slim, maar ja. Dus maar ja, het moet. Peter is momenteel erg gelukkig met zijn gezin en zijn eigen sportschool. Zijn leven had er nu heel anders uit kunnen zien. Want de drievoudig K1-winnaar wilde in het verleden best naar Japan emigreren. Uiteindelijk had hij een goede reden om dat niet te doen. Vroeger wou ik al wonen, maar mijn vrouw is bang voor aardbevingen. Zo, weet je. Mijn familie vindt toch wel het belangrijkste. Ja. En je vrouw is wat dat betreft denk ik toch een beetje de baas, hè? Ja, ik heb ook niks zoveel hetzelfde, toch?